Op 25 oktober staat hij in de Doelen in Rotterdam. Een intense avond waarbij Yannick Cortets door middel van muziek en visuals terugblikken op de geschiedenis en hun visie geven op de huidige maatschappij. En de leader of the gang is hier, dames en heren. Yannick Hiewat. Yannick, ja, ik zeg het altijd, jij bent voor mij een van de weinige meesterviolisten die we hebben hier in Nederland. Maar wat ik bijzonder vind, je hebt een viool met 6 snaren. Leg eens even uit. Yes, nee. Waanzinnig instrument waar ik ontzettend gelukkig mee ben. Normale violen hebben 4 snaren. Maar ik dacht, let's go a little lower, weet je wel. Gewoon een beetje lager gaan, ja. Een beetje improvisatie. Dus we gaan... Dat is bijna cello. We gaan even een beetje cello opzoeken. Op de viool. Op de viool. Heel cool, heel cool. En dat ga je allemaal ook horen. 25 oktober gaan ze ook horen wat er allemaal met het instrument kan. Je nieuwe cd wordt dan gepresenteerd in de Doelen. Maar wij gaan nu eerst even genieten, dames en heren, van deze master, deze maestro. En hey, ik ben zo blij dat je hier bent. Yannick Hiewat, dames en heren. APPLAUS.